Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Vandaag in Domland Live gaan we het hebben over de Brabander van het jaar. We krijgen veiligheidsadvies. Nederland gaat massaal inzamelen voor de voedselbank. En we gaan het praten over een nieuw kookboek in den Koeken geleverd. Nou, en dat alles onder de muzikale begeleiding van niemand minder dan Jan Koppes. Het is vandaag dinsdag 8 december. Welkom bij een nieuwe aflevering van Domland Live. Ja, Omroep Brabant die gaat het uitzenden. Tot en met 11 december kunnen mensen massaal stemmen op de Brabander van het jaar 2015. En niemand minder dan Joost van der Heijden is genomineerd. Bokstelaar. Jazeker. Joost, waarom hebben ze jou nou juist genomineerd? Ik heb afgelopen zomer een stukje gefietst van Boksel naar de Mont Ventoux in Frankrijk. Mm-hmm. Eigenlijk een stukje ter ere van mijn vader. Die is in 2014 overleden aan MSA. En om hem te gedenken, maar ook zeker om aandacht te vragen voor de ziekte MSA en alles wat daar in omgaat, heb ik die tocht gemaakt. En dat heeft geresulteerd in een nominatie voor Brabander van het jaar, tot mijn verbazing. Hoe komen ze bij jou terecht? Er zijn mensen geweest die mij hebben aangemeld als kandidaat Brabander van het jaar. Dan wordt er bij Omroep Brabant zelf een selectie gemaakt van personen. Ze nomineren 10 mensen. Mm-hmm. En ik bleek daar één van te zijn. En je vertelde al, je hebt het ter nagedachtenis eigenlijk van je vader, gedaan. Hoe was dat voortraject voor jou? Ik kan me begrijpen dat het niet heel makkelijk geweest. Nee, mijn vader is in één keer in 2013 plotseling ziek geworden. Begon een beetje met ik voel me niet lekker en het gaat niet zo goed. Ik ga eens naar de dokter. Een goede 2 maanden later kon hij eigenlijk al niet meer lopen. Vervolgens kon hij niet meer praten, hij kon niet meer eten, niet meer slikken. Dus dat werd... Geleidelijk aan ging hij steeds harder achteruit. Mm-hmm. Mm-hmm. Tot het moment dat hij heel weinig zelf meer kon. En die ervoor heeft gekozen om met dit leven in ieder geval te stoppen. Vervolgens mijn vader overleden. We hebben de uitvaart. En mijn vader was een fervent fietser. Dus die fiets die moest bij de kist staan. En na de uitvaart moest die fiets, die moest mee naar huis. Ja. En mijn moeder lichtelijk paniek van, wat moeten we nou met die fiets? Ze zei, mam, ik neem die wel mee. Ik zet hem wel bij mij neer en dan kijken we wel wat we daarmee gaan doen. Dus ik ben op die fiets gestapt om naar huis te fietsen. En toen is eigenlijk het idee voor mezelf ontstaan van, ik wil nog iets met deze fiets. Ja. Ik wil ook nog iets met mijn gevoel daaromtrent, ja. Het is allemaal zo plotseling en zo snel gegaan en zo'n negatieve ervaring eigenlijk, dat ik voor mezelf zoiets heb gehad van, ik wil het ombuigen. Mm-hmm. Ik wil daar iets positiefs van maken en ik wil niet dat het die leidersweg voor niks is geweest. En van daaruit is dat idee ontstaan. Hoe is dat traject exact gegaan? Hè? Want je zegt, ik zit op die fiets, ik wil iets doen. Bouwt op een gegeven moment, het moment komt... Ik ga nu daar naartoe fietsen. Ja. Het begint met een idee van, ik wil iets met die fiets. Nou, mijn vader die fietste heel graag de Mont Ventoux. Mm-hmm. Daar wil ik die fiets, die wil ik daar nog een keertje boven hebben staan. Dus ik heb een hele goede vriend van mij, Martijn Goossens, heb ik benaderd van, zou jij dat samen met mij willen ondernemen? Ja. Want helemaal alleen gaat dat niet. Ja. Toen zijn we gaan brainstormen van wat willen we dan gaan doen, hoe willen we dit gaan opzetten. Geleidelijk aan wordt het plan eigenlijk steeds groter. In eerste instantie wilde ik die fiets boven hebben. Daarna hebben we bedacht een sponsoractie daarvan te maken. We hebben een website gecreëerd, een Facebookpagina. Ja.
Ik ben gaan trainen, in eerste instantie op een rolband. Was je een vervent fietser? Nee, was je vader wel? Mijn vader wel, die heeft mij op mijn 12e denk ik een keertje meegenomen. Ik woonde in de Vrijke Vosselstraat en we kwamen aan bij de Bossenweg en toen heb ik de fiets aan de kant gegooid. Ik heb tegen mijn pa gezegd, ga nooit meer mee. Toen zei, doe mij maar eens een sigaretje. Dit doen we niet. Ja. En ik heb een rolband aangeschaft waar ik gewoon de wielrenfiets op kan zetten, zeg maar. En ik ben gewoon in de huiskamer ben ik gaan fietsen. Hoeveel maanden heeft het voortraject geduurd? Het heeft een 10 maanden ongeveer in beslag genomen om van het punt dat we er echt mee bezig zijn gegaan tot nu ben ik er klaar voor om te gaan. We gaan. 1100 kilometer? Ja. Dat is een hele afstand. Heb jij nooit gedacht van... Oh, ik zit ergens bij Parijs, ik ben er klaar mee, ik wil niet meer verder. Nee, eigenlijk helemaal niet. Er zijn wel dagen geweest dat het wat tegenviel. Ik heb ook wat dagen echt slecht weer gehad. En de eerste dag ging helemaal super, maar vervolgens kom je daar België, de Ardennen in en dan gaat die weg een keer steil omhoog. Daar viel in het begin wel even een klein beetje tegen, want ja... Nog nooit op een fiets gezeten en al helemaal niet op een berg. Nee. Dus je had hier alleen waarschijnlijk de overweg geopend. Ja, Schijndel, 10 keer. Ja. Nee, maar ik was 1 keer in Limburg geweest om eens een keer te proberen. Daar viel eigenlijk vies tegen. Maar ja, goed, toch maar gewoon gegaan. En nou ja, er zijn momenten dat je denkt van, is niet heel erg prettig. Maar ja, dan is het ook gewoon een kwestie van we gaan door. En je hebt een doel voor ogen, je wil ergens voor gaan, dus... Het gaat bijna vanzelf. Ja. Stoppen was geen optie. We gaan even kijken naar wat beelden van Omroep Brabant, waar we een korte impressie zien van jouw verhaal. Mijn vader is een jaar geleden overleden aan MSA. Een hele onbekende ziekte. Wij hadden er zelf ook nog nooit van gehoord. En we kwamen erachter in het ziekenhuis eigenlijk ook maar heel weinig mensen. En mijn vader was een fanatiek fietser. Dus ik had me bedacht dat ik deze fiets, nog 1 keer... op zijn lievelingsberg wou brengen en dat was de Mont Ventoux in Frankrijk. Gaat goed? Ik ben op 16 augustus vertrokken vanuit Bokstel en ik ben maar gaan fietsen. Op de veel te kleine fiets van zijn vader reed Joost in 2 uur en 14 minuten de Mont Ventoux op. Nou, in het begin was het bijna euforisch, gewoon hartstikke mooi. Ik was zo blij dat ik het heb kunnen redden, dat ik het heb kunnen doen. Er stonden een hele hoop familieleden en vrienden en kennissen boven die me daar stonden te verwelkomen. Nou ja, goed, dan is het wel even een heel emotioneel moment. Ja, een beetje cliché misschien, maar je rijdt toch de berg op waar je vader groot fan van was. Wat ging er op dat moment door jou heen? Ja, een stukje mooi dat ik het... kan doen. Ik was echt wel trots op mezelf. Maar ja, goed, je wordt wel geconfronteerd met de realiteit. En dat is dat je vader er niet meer is. En dat je dit nou doet, ja, omdat je vader er niet meer is. Hoe ga je daar doorheen? Want ik probeer me even voor te stellen. Mijn vader is ook overleden. Als je daar aan denkt, dan komen er wat emoties naar boven toe. Je zit in je eentje op die fiets. Ja. Hoe handel je dat? Ja, nou ja, muziekje op. Dat scheelt al heel wat. Ik had... een nummer wat ik heb gedraaid op de uitvaart van mijn vader, dat had ik in mijn oren zitten. Ja. Ook onderweg, er stonden heel veel familieleden van me, mijn kinderen, mijn vrouw, mijn moeder. Die stonden langs de weg naar boven, zeg maar, om de zoveel meter stonden die even stil en die stonden aan te moedigen en te roepen en te juichen. En nou ja, het was eigenlijk zo'n happening, dus... Ja, je gaat daar gewoon door. Die gevoelens die verdring je op dat moment eventjes. Mm. Die probeer je even uit te zetten. Je gaat naar boven toe. Hey, je hebt 1100 kilometer gefietst. Ja. Gaat de finish over. Die uren daarna. Ja, nou ja, in het begin heel mooi. Geweldig gevoel dat ik het heb kunnen doen. En dat ik het überhaupt gehaald heb. Want daar heb ik in het begin ook nog wel eens over getwijfeld. Maar daarna, ja, dan word je toch weer teruggeworpen in het stukje, dit is de werkelijkheid. En we hebben daar de as van mijn vader ook uitgestrooid op de berg. Nadat ik aangekomen ben. Het uiteindelijke gevoel is eigenlijk een heel mooi afscheid. Mm-hmm. We hebben toch nog een mooi afscheid kunnen geven. Beter als hier in een crematorium en een beetje statisch. We hebben... onze eigen manier gekozen en
dat voelt wel heel fijn om dat te hebben kunnen doen nog. Ja. Ja. Je bent vanwege dit verhaal genomineerd als Brabander van het jaar. Ja. Waarom denk je dat zoveel mensen jouw verhaal raakt? Ja, goh, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Ja, nou ja, ik denk gewoon, iedereen heeft ouders en iedereen kent verlies. Juist het omdraaien van dat negatieve gevoel in iets positiefs, iets kunnen betekenen voor andere mensen. Ik denk dat dat hetgeen is wat mensen aanspreekt. Je vertelde net al, hè, MSA, voor mij totaal onbekende ziekte. Kun je kort uitleggen wat het exact voor ziekte is? MSA is multiple systeem atrofie. Dat is een neurologische ziekte waarbij hersencellen in een versneld tempo afsterven. Waardoor de systemen in je lichaam gewoon gaan uitvallen. Het vervelende daarvan is dat de mensen ook gewoon nog volledig bij kennis zijn in die zin. Ze verliezen niet de verstand. Ze zijn zich heel erg bewust van wat er gebeurt. En het gaat in een razend tempo. Ja. Ja. Hoe zou je vader nu naar jou kijken? Ja, nou ja, ik heb het al eerder gezegd. Je maakt kans om Brabander van het jaar te worden vanwege dit verhaal. Ik denk dat hij heel hard gelachen zou hebben, want dit had hij nooit geloofd dat ik dit zou ondernemen. En ik denk dat hij uiteindelijk ook wel heel erg trots zou zijn op het feit dat ik het gedaan heb. Hoe voelt het voor jou om kans te maken op deze titel? Ja, heel speciaal. Ik had er absoluut niet op gegaan. Dus het kwam als donderslag bij heldere hemel. En ik voel me vereerd dat ik genomineerd ben als Brabander van het jaar. Van de andere kant denk ik soms ook van ja, waar verdien ik het nou aan? Want ik heb ook gewoon maar iets gedaan zoals heel veel mensen eigenlijk iets doen. En het draait uiteindelijk niet om mij, maar om de aandacht voor de ziekte. Ja. Maar ja, goed, andere mensen hebben toch besloten dat ze het waard vonden om mij te nomineren. Ja, dat is toch heel speciaal. Ja, dat is een geweldig gevoel. En je hebt die 1100 kilometer gefietst, je hebt flink getraind daarvoor. Ja. Je vader was een fervent fietser. Ja. Gaat Joost door met fietsen? Ik heb inmiddels al een nieuwe fiets gekocht, want de fiets van mijn vader was toch wel een stukje te klein. Mijn vader was een 20 centimeter kleiner dan ik ben. Dus dat was ook nog even aanpoten op een te kleine fiets, die al een aantal jaren oud was ook. Dus ik heb wel een nieuwe fiets gekocht voor mezelf om dit toch nog eventjes door te zetten. Ja, kijk, zeker. En mensen kunnen tot 11 december stemmen. Ja, absoluut. Om Brabander van het... dat jij Brabander van het jaar wordt. Absoluut, ja. Dan moeten jullie gewoon naar www.omroepbrabant.nl/Brabander van het jaar. En breng gewoon je stem uit. Joost, dankjewel voor je openheid. Super. Dankjewel. En we zeiden net al, Jan Koppes treedt op onder de muzikale burgerleiding vanavond. Dus ik zou zeggen, take it away. Gaan we doen. In de schaduw ligt een kind, met haar haren in de wind. En haar ogen strak gesloten, door de wereld uitgestoten. Want ze heeft nog niet gegeten en de dorst heeft haar geveld met een koorts die alsmaar erger wordt en de dokter niet gebeld omdat zij niet is geboren in een land van zekerheid. Is ze zonder zin geboren en het leven nu al kwijt. En de zon komt op en alles blijft precies zoals het was. Lijkt wel alsof niemand erom geeft. En hoe kan het toch dat zoveel leed naast rijkdom kan bestaan? Wordt het niet eens tijd om de handen ineen te slaan? Of kan het je niet schelen dat de mensen om je heen sterven van de honger en verdriet? En de zon komt op en alles blijft precies zoals het was. Prachtig. Super, dankjewel. Komen zo bij je terug. Vorige week is het al besproken, de inbraakgolf hier in de Meierij. En vandaag bij ons op de bank. Je kent hem misschien ook wel van de columns in de krant. Erik Top,
Veiligheidsexpert. Ja, expert, ja. Expert. Expert, dat klinkt heerlijk, hè? Welkom. Ja. Nog even terugkomend op die inbraakgolf hier in de Meierij. Is de stand van zaken bij jou hierover bekend? Ja, ik heb toevallig vanmiddag even de laatste stand van zaken bekeken. En vergelijk met vorig jaar. Als we kijken naar vorig jaar, hadden we te maken met een behoorlijke daling van het aantal inbraken. Van 87 in heel, tenminste even kijkend naar Bokstel. En we zitten nu alweer op 99. Dus dat betekent toch weer een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. Mm-hmm. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, de exacte oorzaak laat zich altijd raden natuurlijk. Hè. Ik heb er zoveel wat ideeën over. We hebben de crisis is achter de rug. Sommigen verklaren me soms voor gek. Hè, maar denk ik, ho, daar gaan we het straks nog over hebben. We krijgen mensen van de voedselbank dadelijk. De crisis is natuurlijk nog niet. De crisis is nog zeker niet. En daarom, maar kijkend naar, er zijn weer meer mensen aan het werk. Ik denk als heel veel mensen thuis zitten, hebben inbrekers minder kans en minder zin om in te breken. Want dan worden ze gepakt. En nu zijn naar mijn mening weer meer mensen aan het werk. En dus meer inbrekers weer op pad. Je bent veiligheidsexpert. Ja. Wat kunnen mensen nu exact doen om toch te voorkomen dat er ingebroken wordt? We zien nu op televisie ook allerlei commercials natuurlijk voorbij komen. Ja. Nou, voorkomen van een inbraak is heel erg moeilijk. Ik bedoel, ik zeg ook nooit van, ik kan een inbraak voorkomen. Ik kan wel de kans erop een deel verkleinen. En dan moet je vooral kijken naar een aantal maatregelen die je zelf kunt nemen. Het spotje op tv is duidelijk, hè? Draai je deur op slot. En het is echt waar, want ik heb twee stukken gereedschap meegenomen. Dit is gewoon een creditcardje. En daarmee kun je, of een rijbewijs. Volgens mij is je rijbewijs. Het is maar een rijbewijs. Maar ik weet niet of jij die kan gebruiken als creditcard. Nou, het lukt me soms wel. Maar dan denk ik dat mijn rijbewijs voor dan ook. Maar goed, mijn rijbewijs, creditcard. Je kunt hiermee gewoon een deur openen. En ja, daar hebben wij een filmpje van. Kijk maar even mee wat hier gebeurt. Ik weet niet of je die kunnen laten zien. Kun je eens vertellen, Erik, wat we... Ja, wat hier gebeurt is dat er een deur gewoon normaal wordt dichtgetrokken. Mensen draaien hem dus niet op slot, hè. Dat betekent dat mensen denken, als ik de deur achter me dicht trek, dan is het veilig. Maar gewoon met een simpel kaartje. Het duurt ongeveer 30 seconden, als je een beetje ervaren bent, en soms minder. En de deur is open. En de mensen zijn binnen. Nou, vervolgens hebben ze vaak niet meer dan een paar minuten nodig om de spullen weg te pakken. Ja. En het gaat niet meer om grote tv's. Het gaat om telefoons, het gaat om de iPads die er staan, sieraden. Eigenlijk alle kleine spullen pakken ze mee. Mm-hmm. Dus we zeiden het net al, bepaalde tips. Hoe kunnen we voorkomen dat het toch minder gaat gebeuren? Nou, laten we beginnen, zoals met dit filmpje, wat we net zagen, draai de voordeur op slot. Want ik heb ook wel even een professioneel stuk gereedschap meegenomen. Mm-hmm. En dat is deze. Dat is een professioneel stuk gereedschap? Dit is een professioneel stuk gereedschap. Dit is iets groter en daarmee maken ze ook makkelijk een deur open. En het is gewoon. Dat is eigenlijk dezelfde methode als we die net. Die we net zagen, alleen deze is wat duurzamer en daarmee kun je wat meer deuren openmaken. Je pasje gaat natuurlijk kapot en deze is. Je vertelt het alsof het echt. Nou, dan kun je wat meer deuren openmaken. Ja, maar goed, maar dit is ook precies hoe die mannen natuurlijk te werk gaan. Hè? Want ze kijken, het is niet zo, iedereen denkt, ja, ik word uitgezocht als woning en ze moeten mij altijd hebben. Het zijn gelegenheidsinbrekers. Met meer een deel kijkt gewoon van waar zijn mensen thuis. Ik ga naar binnen, de pakkans is vrij klein. Mm-hmm. Dus wat voor risico loop ik? Mm-hmm. En de pakkans is gewoon heel erg klein. Mm-hmm. Je stelde net de vraag van wat kunnen mensen dan doen, hè, om te voorkomen. Dan draai je deur op slot, ook aan de achterkant. En de deur die je niet gebruikt, zet er klemmen op. Klemmen voorkomen in ieder geval verkleinen de kans. Gebruik goed hang- en sluitwerk. Iedereen heeft over SKG hang- en sluitwerk. Gebruik dat ook. Nou, tegenwoordig is er weer een nieuwe methode. Dat is de zogenaamde cilindertrek-methode, waarbij ze er gewoon een hele cilinder even volledig uit de beslag trekken. Mm-hmm. Uit de deurbeslag. De inbreker? De inbreker. Okay. En dan met een simpele bouwsleutel draaien ze de deur open. Maar dat gaat ook binnen? Ook daar is een, ik weet niet of jullie het filmpje voor handen hebben, maar we hebben in ieder geval daar, ik heb daar wat materiaal ook van. Mm-hmm. En het is zo, je deur is zo open. En mensen onderschatten het wel, die denken, ik heb fantastisch goede sloten. Nou, en deze cilindertrekmethode is eigenlijk weer de nieuwe methode waar de huidige cilinders nog niet tegen bestand zijn. Ja. En het is echt zaak om daar ook nu de juiste maatregelen in te nemen. Wat is nou de grootst gemaakte fout eigenlijk? Hè? We zien op televisie dat mensen zo de deur uitlopen en denken, oh, maar gooi de deur achter me dicht, ik woon in een veilige buurt. Maar wat is nou de fout die je het meeste tegenkomt?
wat ik het meeste tegenkom, en dat heeft nog niet zozeer te maken met afsluiten van deuren, maar wat je het meeste tegenkomt, dat is dat mensen tegenwoordig op social media een hele hebben en houden, alles van maar op opzetten. We zijn op vakantie, nou fantastisch. Inbrekers kijken ook op social media. Ja. En die kijken ook op Facebook en die halen daar gewoon hun adressen vandaan. Ja? Ja, en we zijn allemaal trots van, kijk mij staan op de... noem een willekeurige plaats ergens op de wereld. Ja. En ze weten gewoon, hé, er is niemand thuis. En het risico dat ze gepakt worden is nog steeds klein. Want buren, ja, waarom zou je buren informeren als je weggaat? Mm-hmm. Dus informeer in ieder geval je buren als je langdurig weggaat. Sluit je ramen, deuren goed. Mm-hmm. En minder foto's plaatsen. Veel minder foto's plaatsen. Ook als je nieuwe iPad. Ik ben trots op een nieuwe iPad. En mensen staan er met hun nieuwe iPad op Facebook of welk andere... Maar is dit een van de redenen? Want we hadden het net over de redenen. Waarom is er zo'n hoge stijging? Hè? Hier onder andere in de Meierij. Ja. Zou dit een van de redenen kunnen zijn? Ja. Het probleem is, heel veel daders worden niet gepakt. En de daders kunnen jou vertellen waarom zij inbreken. En dat maakt het heel erg lastig. Ja, de politie die richt zich heel erg, die probeert heel veel daders te pakken. Maar goed, als je dan kijkt dat er vorig jaar ongeveer 8,5% is opgelost van alle misdrijven, van de inbraken. Dat betekent dus dat er van elke 100 inbraken er maar 8,5 worden opgelost. En dat is natuurlijk heel erg weinig. Ja. Nou, en dan de pakkans van een dader is nog veel kleiner. Ja. Want oplossen wil nog niet zeggen dat je dan ook de dader hebt. Ja. En ja, en hoeveel daders uiteindelijk voor een rechtbank verschijnen en ook echt veroordeeld worden, ja, dat is minder dan één. Mm-hmm. En ja, dus de kans dat je gepakt wordt is zo. Is weet je of er plekken in Boksel zijn waarvan je zegt van nou daar vindt het meeste plaats op dit moment? Nou, je ziet toch wel dat zijn er cijfers van? Er zijn cijfers van, alleen ik heb bij de politie wel geprobeerd wat cijfers boven water te krijgen. Alleen die zijn er niet zo heel erg. Happig op. Nee. Ik begrijp het ook wel, omdat je daarmee, als je die cijfers openbaar maakt, dan geeft het ook bij anderen weer gelegenheid van hé, dat is dus iets zwaks. Maar wat je wel veel ziet, is dat met name huurwoningen. Dat die toch wel vaker doelwit zijn dan koopwoningen. Waarom? Je zou toch denken dat het omgedraaid is? Nee, want juist de huurwoningen, want ik gaf net al aan, mensen gaan graag voor de snelle spullen. Nou, en in huurwoningen wonen niet per definitie mensen die geen... Nee. Maar goed, dus... en een huurwoning heeft over het algemeen veel slechter deurbeslag. Dus die hebben slechtere sloten. En daardoor dus makkelijker naar binnen. Okay. En daar zit een heel groot deel van de zwakke plekken in de woning. Ja, en dan is de vraag, wie gaat nou een nieuw slot op een deur zetten? Als je een huurwoning hebt, ga je dan heel veel geld investeren in een nieuw slot? Of vind je dat de woningbouwvereniging dat moet doen? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus Erik Top, die moet bij de woningbouwverenigingen allerlei advies gaan geven. Ja. Het is altijd lastig, hè, want dat kost altijd geld. Ja. Ik probeer juist altijd ook om het geld geen rol te laten spelen en dan niet dat nee, het volgens mij heb je zo'n haak heb je voor, zeg, 4-5 euro heb je daarom. Een redelijke haak kun je op je deur zetten. En wat je moet proberen is altijd net een slag beter beveiligd te zijn dan je buren. Zodat jouw huis net iets langer nodig heeft om naar binnen te komen dan bij je buren. En als je dat met z'n allen doet, dan gaan ze dat straatje verder. En dan gaan ze naar de andere buurt. Dan gaan ze naar de andere buurt. Over de buurt gesproken, er is een buurt-app ontwikkeld, ja. Wat ik begreep. Ja. Wat vind je daarvan? Als die gebruikt wordt, waar die voor gebruikt moet worden, en de juiste partijen zitten daarin, dan kan dat zeker helpen. Ja, want wat doet die precies? Misschien met een buurt-app kun je binnen een buurt kun je met elkaar een groep vormen. Mm-hmm. En als je binnen die groep je bent aangemeld en iemand ziet iets verdachts, dan geef je vervolgens aan via de app van ik zie een verdacht persoon en kent iemand die? Is hij bij iemand op bezoek geweest? Kentekens van auto's. En vervolgens gaan de gordijntjes open, de luxe flexie wordt open en iedereen kijkt naar die verdachte persoon. En als je je bespied voelt en je hebt slechte dingen daar in de wijk te doen, dan ga je wel weg. Dus het is een mooi waarschuwingssysteem om elkaar snel te informeren. En vorig jaar had jij in je column die je in de krant schrijft rond deze tijd iets staan over vuurwerk. Ja. Heb jij met jouw werk iets te maken met de beveiliging rondom vuurwerk? Nou, rondom veiligheid. Ja, nou met vuurwerk in mijn huidige werk niet. Ik heb wel 15 jaar bij de politie gezeten en daar heb ik helaas hele nare dingen met vuurwerk meegemaakt. En ik probeer toch elk jaar, omdat ik toch het veiligheidsaspect breed wil aanlopen, probeer ik ook elke keer wel een ander onderwerp aan te halen. En mm-hmm. Ja, deze keer inderdaad met rond oud en nieuw altijd vuurwerk. Ja. Ja. En wat is de grootste fout die mensen maken op dat vlak?
dat het allemaal wel meevalt met die knallen. Dat die knallen niet zo hard zijn. Maar goed, we hebben nou tegenwoordig de Cobra 6. Nou, die staat gelijk aan een handgranaat. En mensen onderschatten gewoon de kracht van een stukje vuurwerk. Mm-hmm. En gewoon de oude rotjes die je vroeger had met die witte papiertjes eromheen. Die zijn al genoeg om in een vingertop kwijt te raken. Nou, met de Cobra 6, je hele hand. Of nog erger. En dan gaan mensen vervolgens daar nog mee lopen stunten. Door heel veel alles in buizen te stoppen en dat nog aan te stampen en het nog erger te maken. Nou, dan krijg je vervolgens natuurlijk een explosie die gelijk staat alsof dat je in een oorlogsgebied zit. Ja. Ja. Gewoon het brilletje op met het vuurwerk afsteken. Gewoon normaal, van je afgooien. Van je afgooien. Wat ik altijd geleerd heb. Ja, en natuurlijk, ik bedoel, ik ben vroeger ook jong geweest. En ik heb ook met mijn stoffen tasje over straat gelopen met het vuurwerk daarin. Waarbij je inderdaad nu beseft, dat tasje als het in de fik had gevlogen. Daar had van alles en nog wat kunnen gebeuren. Ik zie dat jij iets bij hebt. Je hebt de veiligheidskalender 2016. Ja, ik wil toch eventjes, de gemeente Bokstel heeft samen met Gestel hebben ze een kalender ontwikkeld. Ja. De veiligheidskalender, daar staan een hele hoop handige tips op om in ieder geval je aan te houden. Ik zou zeggen van, hij is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis. Mm-hmm. Ik heb vandaag gebeld hier in Bokstel, ze hebben er nog 200 liggen. Dus, massaal halen. Ja, ik heb aan de gemeente Bokstel gevraagd, ook in de krant geschreven van, waarom... Staat iedere dag sowieso, iedere dag doe je deur op slot. Iedere dag staat doe je deur op slot. En gelegenheid maakt de dief. Nou ja, goed, ik sla hem hier open, februari, kom ik gelegen. Ja. Ja, 90% van de gevallen gaat het echt om een gelegenheidsinbraak. Ja. En dat zijn gewoon juiste cijfers. Ja. Maar goed, hij is gratis verkrijgbaar. Ik vind het jammer dat de gemeente Bokstel niet huis aan huis heeft verspreid. Want ik vind het toch een handig naslagwerk. Ja. Misschien voor volgend jaar. Laten we het proberen. Dat zou mooi initiatief zijn. Ja. Erik, dank je wel voor je uitleg. Ja, bedankt. En op naar... Minder inbraken. Veel meer hier in de meierij. Jan, it's your time. Take it away. Ik voel de liefde in mijn hart. Voel me weer 16 als ik wacht. Op het moment dat jij me belt. En je me niet meer langer kwelt. Met mijn geduld, met mijn verdriet. Wat ik niet meer overzie dan jij. Bent het voor mij. Ik heb in de liefde nooit geloofd. Nu heb ik je constant in mijn hoofd. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Met jou raak ik nooit uitgepraat. Alles zo mooi, alles zo goed. Precies zoals het lopen moet. Want jij bent voor mij. Zoveel meer dan zomaar iemand. Iemand met een mooi gezicht, meer dan zomaar iemand met een ideaal gewicht. Meer dan zomaar iemand, iemand die er voor me is. Meer dan zomaar iemand, iemand die ik mis als ze er niet is. Zoveel meer dan zomaar iemand. Iemand met een mooi gezicht, meer dan zomaar iemand met een ideaal gewicht. Meer dan zomaar iemand, iemand die er voor me is. Meer dan zomaar iemand, iemand die ik mis als ze er niet is. Woehoe! Ja, mag geapplaudiseerd worden, ook achter de camera's, mensen. Jan, dankjewel. Super. Omroep Brabant is een grote actie gestart om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank. Wat natuurlijk heel erg noodzakelijk is om daarover te praten. Bij mij op de bank Arjen Witteveen, voorzitter van de voedselbank Bokstel. En Ingrid, ook dankjewel dat je hier bent. Je bent gebruiker onder andere van de voedselbank hier in Bokstel. Cliënt. Arjen, om bij jou te beginnen, hoeveel gebruikers heeft de voedselbank Bokstel op dit moment? Op dit moment ongeveer 150 cliënten die we hebben. Maar 150 cliënten wil zeggen bijna 500 monden. Want er zijn dus elke week 150 mensen die pakketten komen ophalen. Maar die behalen dat natuurlijk ook soms alleen voor hunzelf, maar ook voor een heel huishouden of voor, mm-hmm. met kinderen en zo. Ja. Er zijn ongeveer 100 voedselpakketten in Bokstel elke week. En er zijn er ongeveer 25 in Haren,
En ook ongeveer 25 in Sint-Oederode. Okay. En die in Sint-Oederode, daar is ook een punt, dus een afhaalpunt. Dus vanuit Boxen gaan dan daar de spullen naartoe. En ook vanuit Boxen gaan de punten naar de pakketten naar Haren, Helvoort, naar Biezenmortel. Dus, en dat wordt allemaal in Boksel klaargemaakt, verzorgd. Allemaal door vrijwilligers. 40 vrijwilligers hebben wij. Zo. En daar zijn wij heel blij mee. Dat is het goud van de organisatie. Ja, tuurlijk. Dat is het hart van de organisatie. Ja, de cliënten, voor de cliënten is het heel erg dat het is. Dat het zo is, maar we zijn blij dat we het kunnen zijn. Je zegt net al van de cliënten zijn er zoveel. Maar wanneer komt iemand eigenlijk in aanmerking voor de voedsel? Als je moet een bovengrens, maar daaronder moet je zitten. Als je €180 per maand hebt als inkomen voor degene die het aanvraagt. En voor een partner of voor kinderen komt er steeds €70 per maand bij. Dus bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen, vader, moeder, twee kinderen. Die zitten aan €380 op die maand dan. Dus wat dus als bovengrens is, mm-hmm. als ze daaronder blijven zitten, qua wat ze besteden hebben, dan komen ze in aanmerking van de voedselbank. Okay. Maar het wordt dus allemaal goed gescreend en aangekeken of dat het allemaal klopt met papieren en zo. Dus daar zitten ook weer mensen van de intake, horen ook weer bij die vrijwilligers. Ja, iedereen zegt de crisis, het gaat steeds beter en beter, maar eigenlijk zien we gisteren op het landelijk nieuws dat het... eigenlijk steeds slechter en slechter gaat. Mensen komen minder goed rond. Hè? 1 op de 5 mensen heeft hedendaags toch last van enorme schulden. Ja, ja. Denk jij dat het meer gaat worden? Wij in Boxer mogen nog steeds onze handen dichtknijpen. Het gaat goed, althans qua aantal dan. Maar we zijn inderdaad bang. Bang tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hè, dat het toch weer op gaat lopen, het aantal. Ook vanwege de vluchtelingen, ook vanwege de statushouders waar we allemaal mee te maken krijgen. Maar we hebben gelukkig op het moment nog heel goed aanvoer van... goederen, van producten en zo. Dus het gaat goed. Hè? Het gaat goed voor onze cliënten. Maar het gaat natuurlijk niet goed, want het is natuurlijk heel erg. En daarom is ook die actie begonnen weer bij Omroep Brabant. Ja, Omroep Brabant heeft een actie. Ja. Ik zag ook RTV Oost. Ik zie landelijk zijn er verschillende campagnes en acties gestart. Hè? Voor scholen, et cetera. Om bereid te krijgen, om voedsel in te zamelen. Maar moet ik me dan voorstellen, is er een tekort aan voedsel? Het is juist deze maand, hè, wanneer het gevoel deze maand is iedereen blij, Sinterklaas, kersttijd, oud en nieuw. Het gevoel is dan bij een heleboel mensen van inderdaad heel fijn. En juist in deze periode is met steun van Omroep Brabant een keer extra de aandacht te brengen op de cliënten van de voedselbank dat er juist iets extra's komt. Om die mensen ook weer te ondersteunen in deze moeilijkheid. Ja, maar is het eigenlijk niet noodzakelijk dat het gewoon heel het jaar door... Wij, als ik over Boxen praat, dan zijn we ook met acties bezig die we het hele jaar doen. We staan vaak bij supermarkten in een zaterdag of op een vrijdag. En dan hebben wij flyers. En dan vragen we aan onze klanten, of aan de klanten die dan naar de supermarkt gaan, vragen wij van willen jullie niet die producten extra kopen? Dan staan er buiten staan er weer kisten klaar en dan kunnen daar die mensen die kunnen daar de spullen in doen. Mm-hmm. Dat is ook hetgeen wat nou eigenlijk Omroep Brabant vraagt aan de mensen om spullen te brengen. Yeah. Ik heb daar een lijstje van, ik kan het daar voorlezen, want ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd. snap je dus? Waar is nou het allermeeste behoefte eigenlijk aan? Aan lang houdbare producten, koffie, thee, ook melk, ook soep en zo. Dus juist ook, er is veel voorraad bij voedselbanken, maar je zit dus ook met een tenminste houdbaar tot. Hè. Dus alle spullen die meegegeven worden, alle producten, die zijn vers. Hè. Die zijn dus, er wordt vaak gedacht van voedselbank, oh, kan ik iets aan toebrengen, maar het moet allemaal voldoen aan de eisen van de warenwet en zo. Dus het zijn echt geen spullen die over de datum zijn. Ja. Hè, en daarom is juist deze actie is weer gericht om spullen te krijgen die lang houdbaar zijn. Maar die spullen die gaan, een hele karavaan is er gisteren begonnen in Schijndel, die is nou vandaag op een plaats van Omroep Brabant. Vrijdagmorgen zitten ze bij ons in Boksel op Oosterhof. He, dus die spullen gaan er allemaal naartoe, die moeten weer naar plekken gebracht worden. Dus daarom is het ook fijn dat de mogelijkheid is om spullen in te leveren die lang houdbaar zijn. We hebben van jou een lijstje gekregen, kijk maar even mee, misschien kunnen we hem in beeld laten zien. Jongens, daar staat ook precies op wat men kan inleveren. Hè? Koffie, thee, fruitsap, in pak, krusli, muesli, jam, hagelslag, suiker, groente, fruit, vis, soep in blik, macaroni, spaghetti, rijst. Ja, dat is het lijstje wat wij altijd bij ons hebben als we de weekenden bij de supermarkten staan. Mm-hmm. Omroep Brabant heeft een iets korter lijstje. Koffie, thee, soep, rijst, pasta, pasta, saus, zoetbeleg en langhoudbare melk. Dat is dus, maar ik bedoel, alles is welkom.
vrijdagmorgen nogmaals staan ze. Ja, want kunnen mensen naast deze producten ook nog andere spullen inleveren bij de voedselbank? Dus dat is juist dat andere lijstje voor. En woensdagmiddag is bij ons op het ronduutje de mogelijkheid om spullen af te geven die dan ook weer gebruikt gaan worden voor het samenstellen van de voedselpakketten. Okay. En men kan ook andere spullen brengen, natuurlijk. Ja. We hebben eigenlijk ook, er is ook een, ik praat nou over de voedselbank, maar in Boksel is er ook een hele goede vereniging, dat is Vincentius in Vincentius. En die doet ook juist deze maand extra geven aan de mensen die eigenlijk niet bij ons in de groep vallen, maar net iets daarboven. Mm-hmm. En die vragen niet alleen houdbare producten, maar daar kan mensen ook andere spullen brengen. Hè? Om speelgoed of andere spullen waar men dan ook weer die gezinnen blij mee kan maken. We hebben het hier over brengen. Ja, ja. Waar? Ja, wanneer? Waar, waar kunnen we? Op het ronduutje, mensen in Bokstol. Op het ronduutje nummer 11. Nummer 11? Woensdagmiddag. Alleen op woensdag? Tussen 1 en 5. Oké. Okay. En vrijdagmorgen tussen 9 en 12. Bij Oosterhof en dan is daar ook Omroep Brabant aanwezig, vrijdagmorgen. En woensdagmiddag is de voedselbank open, 's middags tussen 1 en 5. En daar kunnen de mensen alles brengen. Kunnen mensen zelf ook een actie beginnen of verzamelpunt worden? Hoe moeten ze dat dan aanpakken? De mogelijkheid is om bijvoorbeeld een voetbalclub of een zangvereniging of misschien Omroep Dommeland wel, om ook te zeggen met alle medewerkers en zo, of alle personeelsleden, van nou jongens, kom op, we gaan zelf iets doen, we gaan zelf iets organiseren. En dan kan men het naar de hand of naar ons of naar Omroep Brabant brengen. Dus alles is mogelijk. En alle hulp en elk product naar de voedselbank brengen. Naar de voedselbank brengen, ja, ja. Maar dat mag naar Boksel? Naar Boksel of naar die karavaan die van Omroep Brabant. Maar die gaat langs een hele hoop plaatsen. En daar kun je een kaartje kun je zien op www.omroepbrabant/voedselbank. Ja, het is wel Omroep Brabant, we zitten hier bij Omroep Dommeland. Hè? Ja, maar ja, jij hebt me uitgenodigd voor Omroep Brabant, hè? Dus dat kan ik niet helpen. Okay. Hè? Er zitten ook nog wel andere omroepen. Ja. Ingrid, jij maakt gebruik van de voedselbank. Oftewel, wat ik begreep, je bent cliënt van de voedselbank. Kun jij eens precies vertellen hoe het in zijn werk gaat? Nou, ten eerste moet je door een vrij strenge, maar zorgvuldige intakeprocedure. Het is niet zo van, je leeft op een bijstandsuitkering en dat krijg je. Nee, je wordt echt helemaal gescreend voordat je gebruik kunt maken van de voedselbank. Ja. Als dat eenmaal is, dan ga ik daar vrijdagmiddag naartoe. Tussen 3 en 6 kan ik dan mijn pakket afhalen, waar ik voor een hele week mee kan doen. Dus je haalt voor één hele week haal je dan voedsel. Voedselpakket. Ja, wat zit er allemaal in zo'n pakket? Brood, vlees. De afgelopen weken is er ook weer veel vleeswaren gekomen. Houdbare levensmiddelen, groenten, zuivelproducten. Dat is ongeveer wat er in een pakket zit. En dan heb je nog pakketten voor minima. Dus voor 1 of 2 personen, maar je hebt ook grotere pakketten voor gezinnen van 3 tot 4 of meer. Ja. Dat, ja, ik kan me voorstellen, iedereen komt wel eens op een moment in zijn leven dat financieel iets minder gaat. Je komt op het moment is daar, ik red het niet meer, ik moet aanspraak maken op de voedselbank. Daar zit bij sommige mensen soms een soort schaamtegevoel ook. Hoe was het voor jou? Nog steeds heb ik daar schaamte over om elke vrijdagmiddag daar naartoe te gaan. En, maar waarom? Ja, we leven hier in een welvarend Nederland en toch is er heel veel armoede. En toch moet je over die schaamte heen stappen, want als je dat niet doet, dan blijf je in de put zitten. Vandaar dat ik de schaamte heb overwonnen. En naar de voedselbank ben gegaan. En ik ben daar tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor wat ik krijg elke week. Nou, ik vind het ten eerste heel dapper ook dat je hier op de bank zit. Dat vind ik heel fijn. Zijn er misverstanden bij jou terechtgekomen van je omgeving? Mensen die op een bepaalde manier reageren? Nou, de meeste mensen weten het niet. En de mensen die het moeten weten, die vinden het alleen maar heel erg dat dit in Nederland kan gebeuren. Mm-hmm. Zijn er vooroordelen voor mensen, denk je? Natuurlijk zijn er vooroordelen van mensen. Want ze zien je waar je woont. Ja. En je gaat toch naar de voedselbank. Soms kunnen mensen dat niet rijmen met elkaar.
Mm-hmm. En er zijn ook sommige gezinnen die modaal hebben. En die gewoon werken en die ook van de voedselbank gebruik maken. Het is ook heel individueel. Je kunt niet zeggen, die ene krijgt het wel en die andere krijgt het niet. Nee. Is er een soort van... Dat vraag ik me af, je zegt net, er zijn allerlei verschillende mensen. Want ik denk überhaupt, het kan iedereen overkomen. Ja, klopt. Ik vind ook eigenlijk misschien bij deze, ik weet niet of je nog een ambassadeur zoekt. Ik zou hem graag willen oproepen. Want ik voel me redelijk, ik vind het heel knap dat je hier bent. Iedereen kan het overkomen, maar... Is er een soort van, hebben jullie een soort van groep samengesteld of zo? Van mensen die samenkomen, die erover praten ook? Of nee, hoe ga jij hiermee om? Of hoe ervaar jij dit? Of? Nee, want weinig mensen in mijn omgeving weten dat ik gebruik maak van de voedselbank. Ja, dat zei je net. Maar ik bedoel, maar is er een soort van ik neem aan, als jij je pakket gaat ophalen, dan moeten meerdere mensen hun pakket ophalen op vrijdag. Je spreekt wel met mensen, maar dat is maar heel... Heel oppervlakkig. Ja. Er zijn wel groepjes mensen van de voedselbank die bij elkaar komen op de vrijdagmiddag om 3:30. Maar daar zit ik niet bij. Zou het mensen opluchten als ze er open over kunnen zijn, denk jij? Ik denk het wel. Ik denk dat er meer openheid moet komen en dat de voedselbanken gewoon nuttig zijn in deze tijd van het jaar. Ik begrijp niet dat er zo'n soort taboe op zit, Arjen. Want ik heb zelf ook een periode in mijn leven meegemaakt. Ik loop in de supermarkt. Mensen komen naar je toe en die zeggen in één keer van, ik heb het ook meegemaakt. Ja. En die durven er eigenlijk nooit over te praten. Nee, dat klopt. En nu zit ik in een positie dat het out of the open gaat. Ja. Maar er is niet alleen landelijk, maar ook in Boks is er ook heel veel stille armoede. Het is juist waar Ingrid over praat, hè, toch die gêne om daarmee naar buiten te komen. Ja. We hebben dus zoveel mensen hier in Boks voor de voedselbank, die 100 pakketten. Maar in feite zouden er misschien wel 400 gezinnen in een box in aanmerking komen. Maar die gezinnen melden zich niet, die zijn ook niet nog onzichtbaar. Dus dat is toch die schroom, die gêne. Ja, die stap die ze zouden moeten zetten. Ja, die stap we moeten hebben. Heel anders. Ik weet niet hoe jouw familiaire situatie eruit ziet. Wat als de voedselbank er niet is? Zou zijn geweest? Ja, dan is het, en dat klinkt heel armoedig, maar zo is het, dat je warme maaltijden overslaat. Of dat je alleen soep met brood pakt. Dat is de realiteit. Ja. Ja. Dus ik vind het heel dapper, Ingrid, dat jij hier op de... Het raakt mij enorm. Ik vind het heel dapper. Fijn. Dankjewel dat je hier bent. Graag gedaan. Arjan ook, als voorzitter van de Voedselbank. Ik denk dat het heel zinvol is. Ik doe bij deze op camera ook nog een oproep. Mensen, het is december. De feestdagen komen eraan, zijn er eigenlijk al. Als je iets kunt missen, breng het gewoon naar de voedselbank toe. Hier in Boksel. Op Ronduurtje 11. Ronduurtje 11. Op woensdagmiddag. Op woensdagmiddag. En vrijdagmorgen op Oosterhof. Of in Oosterhof dan. Oké. Ja? Dankjewel voor jullie komst. Super. Heel iets anders. Het heeft ook iets met voedsel en eten te maken, maar er zit een klein beetje twist aan. Onze razende reporters Roel 1 en Miel hadden op social media namelijk een oproep gedaan. Wie zou er nou een echte topkok in huis willen hebben, of trouwens, dat hij voor hun zou komen koken. Ellen heeft daarop gereageerd, alleen ze wist denk ik niet wie topkok Raoul was. Wij zijn op bezoek bij Ellen en die schreef ons van, hey, topkok Raoul. Topkok met een P of met een B? Kom je bij ons eens een leuk gerecht maken? Nou, we zijn er. Hi. Hallo, goeiedag. Hi, ik ben Raoul. Leuk te zijn, kom verder. Ellen, nou vertel eens iets over jezelf. Ik kook graag en ga vaak of regelmatig een hapje eten buiten de deur om dan ideetjes op te doen. En, En we gaan vandaag iets heel simpels maken, dus de croque au jambon et fromage. Oké, allereerst belangrijk is de hygiëne. En ik heb een ezelsbruggetje, dat is een kort liedje. Dat gaat als volgt. Kijk, doe zo. Hygiëne, hygiëne, dat moet altijd. Een soort klein ezelsbruggetje. Ja, het is niks, maar werkt altijd. Kijk, nou dan gaan we de ingrediënten. Die hebben we net gehaald. Heel simpel. Dit is ook heel apart. En dan de rest is ook heel apart. Heb je een mes voor mij en een blokje? Ja. Nou, dat lijkt heel simpel. We moeten daar vierkante blokjes van zien te snijden. Ga jij het proberen? Ja.
Ja, mevrouw doet het goed. Keurig. Kijk, die heeft het vaker gedaan. Kaas precies hetzelfde. Belangrijk is ook de juiste temperatuur van de tosti-ijzer. Dat doe je gewoon door middel van je hand op te leggen. Zo. Super, nou krijgen we de boterhammen. Die moeten ook een klein beetje vierkant gemaakt worden. Gaan we eens even kijken of we het erin kunnen krijgen. Sommige mensen gooien dit wel eens op het brood. Zo van, huppakee, ik noem dat draperen. Even zwart, oké. Nou, dit is... Heb je een bordje, Elle? Ja, natuurlijk. Het smelt ook perfect, hè? Het is niet zomaar een eenvoudig dingetje. Hoe heb je dat gedaan dan? Ja, je kan hem links leggen, je kan hem rechts leggen. Als ik hem rechts leg, dan is hij iets minder hittebestendig dan links. Zo. Proef je nou het verschil omdat ik hem gemaakt heb, of zeg je van... Ja, tuurlijk, nee. Je merkt wel dat de kaas is wel heel erg goed gesmolten. Mm-hmm. En ik denk dat de tosti-apparaat wel echt de juiste temperatuur heeft bereikt. Ja, misschien wil je nog iets zeggen, Ella? Ja, bedankt kijkers naar deze uitzending. Ik vond het echt leuk om dit te ervaren. En ik zou zeggen, santé. Santé, Ella. Ja, Nederland, we hadden het net al over, is een nieuw kookboek rijker. In de koeken geleverd, zo heet het. Bij mij op de bank schrijver Hein Vera. Ja. Spreek ik goed uit? Ja, nou, ja. Ik luister ook naar Vera. Vera. Maakt daar niet uit. Oké, welkom. Jij bent schrijver en historicus, als ik het goed heb. Ja. Ten eerste, de titel. In de koeken geleverd, vertel. Dat komt uit de originele tekst. Ik heb die tekst niet helemaal zelf geschreven, maar uit archiefstukken overgenomen. En in die archiefstukken zaten dus lijsten met keukenbenodigdheden, mm-hmm. producten die in de keuken werden gebruikt. En daar stond de keurig bij, in de koeken geleverd voor zoveel geld, op die en die datum. Ja. Dus dat was in feite de verantwoording voor een bepaalde som geld. Ja, heel even terug. Het is een kookboek wat recepten bevat uit de 16e en de 17e eeuw, nou, volgens mij. Het is eigenlijk 16e eeuw, maar ze dateren eigenlijk uit 2015. Oké. Okay. Echt middeleeuwse recepten of 16e eeuwse recepten, die zijn voor ons nauwelijks eetbaar. Maar heel even terug, ja. We komen zo op. Hoe ben jij op, hoe ben jij op dit idee gekomen? Nou, ik ben die lijster van Kasteel Stapel, waar we hier dus zitten, mm-hmm. die ben ik 15 jaar geleden tegengekomen in Brussel. Dat is op zich al heel bijzonder, want het zit in de rekenkamer in Brussel. Dat was de hertogelijke rekenkamer. En de hertog van Brabant had niks in Boksel te zoeken. Dat was een aparte baronie, mm-hmm. met een eigen heer, met zijn eigen verantwoording. Nou, daar zit dus een verhaal aan vast. En er zijn eigenlijk twee hoogtepunten in. In 1564 overlijdt de kasteelvrouw van Boksel. En ja, Boksel was onder de adel een gevierde plaats. Hè. Men kwam hier vaak graag eten en jagen op velden. En er werd dus ook een hele luxe keuken gevoerd. Nou, toen die vrouw overleden was, hè, moest iemand die keuken beheren. Mm-hmm. Nou, daarvoor, die vrouw die deed dat natuurlijk zelf, die hoefde niks te verantwoorden. Mm-hmm. Maar degene die het overnam, dat was de rentmeester van Boksel, mm-hmm. en zijn vrouw, die moesten dat wel verantwoorden. Dus vanaf dat moment zijn alle aankopen die voor die luxe diners gedaan zijn, en ook de gewone aankopen, die zijn in rekeningen verantwoord. Okay. Dat is één stukje van het verhaal. Het tweede stukje van het verhaal is, twee jaar later was Jan van Hoorne, de bron hier, was een opstandige edele. Met 200 edelen heeft hij een smeekschrift aan Margarethe van Parma aangeboden. Mm-hmm. Nou, Alva kwam in het land, bloedraad. En Jan van Hoorne moest op de vlucht. Die smeerde hem samen met Willem van Oranje, die hier ook een graag geziene gast was. In Boksel? In Boksel. Dat ben je niet. Ja. Wat voor mensen schoof hier aan dan? Ja, adel, hè. Dus, het was niet helemaal de hertogen en de prinsen, maar die lagen er net onder. De graven en baronnen. Yeah. Die hielden hier een jachtpartij en een feest. En ja, dat geeft die keukenlijst, illustreert die feesten in feite. Wat prachtig om te weten. Ja. Even om het verhaal af te maken. Yeah. Jan van Hoorn smeerde hem dus naar Duitsland. En op Stapelen werd beslag gelegd en op de heerlijkheid. En daardoor moest die rentmeester, die eerst aan Jan verantwoording af moest leggen, mm-hmm. moest dat nu vervolgens in Brussel gaan doen. Mm-hmm. En daarom zijn die rekeningen bewaard gebleven. Mm-hmm. Maar ja, ik,
ik stuit niet op zulke rekeningen alle dagen. Het is niet dat ik daar zo tegenkom. Hoe ben je daar terecht gekomen? Ik heb daar ook historisch onderzoek gedaan. Noord-Brabant was in de tijd een onderdeel van het hele grote Hertogdom Brabant. Mm-hmm. En er zaten een aantal centrale instellingen in Brussel, onder andere rekenkamer, gerechtshof en dergelijke. Dus die hadden gewoon wel banden, ook met Noord-Brabant. Dus er zit enorm veel, een heel rijk archiefmateriaal zit nog steeds in Brussel. Mm-hmm. Maar ben je daar naartoe gegaan met het idee, ik wil dit gaan maken? Of was het een hele andere doel? Nee, het was een heel andere doelgroep. Ik heb daar onderzoek gedaan naar gemene gronden, heidevelden en dat soort bezitsverhoudingen. En ik heb eigenlijk 2 jaar, 1 dag in de week in Brussel gezeten en dingen systematisch nagekeken. En daarmee kwam ik deze rekening ook tegen. Ja, was het allemaal te lezen, begrijpelijk? Hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit als een, het is een handschrift. Ja. En voor de eerste schutblad kan je het zien. Ja, dit? Voor een beetje normaal mens, om zo maar even te zeggen. Ik kan het op camera laten, ik weet niet of iemand dat in beeld kan brengen. Nee, vertel verder. Voor iemand die er niet in getraind is dat niet te lezen. Nee. Maar goed, ik doe dat al een jaar of 40, dus dat, ja. Ik word wel geacht dat te kunnen lezen. Het is inderdaad een soort gebarentaal. Ja, het is een heel ander handschrift dan nu. Ja, we hadden het net al over de recepten. Ja. Wat kwam je zoal tegen? Ik kwam er heel veel vis tegen. Ook veel verschillende soorten vlees. Maar ook vooral specerijen, producten uit de Oost. Citrusvruchten uit Spanje bijvoorbeeld. Mm-hmm. Sinaasappelen, limoenen, citroenen, amandelen, suiker van de Canarische eilanden. Het was dus een enorme luxe keuken in die tijd. Als je dan bedenkt dat uit de rekeningen blijkt dat een zakje peper van een ons in de verhouding van die tijd het daglang van een modale mm-hmm. werknemer was. Mm-hmm. Dus als je dat om gaat rekenen naar goudwaarde, inflatie en zo, dan ligt dat allemaal wat anders. Maar als jij nu dus een zak sinaasappelen, net zoiets, 2 kilo, 10 sinaasappelen, als je er €150 voor moet betalen. He, dan denk je wel even na, tuurlijk. Voordat je dat gaat halen. Yeah. Dus zo enorm luxe was die keuken. Yeah. En er ging enorme hoeveelheden gingen daar doorheen. Dus ik neem aan dat dit eten was niet voor de buitenlui. Nee, dat was dus voor een select gezelschap in het kasteel. Yeah. En voor de gasten natuurlijk. En er werd natuurlijk, men profileerde zich er ook mee. Hè? Mm-hmm. Ook met de jacht. En, het was een bepaald milieu mm-hmm. hè, waarin je dus op die manier ook je beste kant en je welstand liet zien. Wauw. Ze hebben allemaal hier in Boksel gelopen. Ja. Zo, ja. Fantastisch. Lekker jagen op velden, hè? Jagen op velden. Ja. En we hadden natuurlijk de Campina destijds. Ja. Was dat de minder geliefde plek? Was minder geliefde. Velden was een bos en er was een soort jachtgebied. Ja. En er lagen ook kwallen omheen, dus daar kon je ook je eigen dieren houden. Ja. En dat ging zo ver dat op een gegeven moment in een hele koude winter werden de wilde zwijnen op velden, die werden bijgevoerd met boekweit. Niet voor die zwijnen. Om ze extra. Maar om ze op te kunnen jagen. Ja. Ik heb begrepen dat er een kookwedstrijd is gehouden ten behoeve van jouw presentatie van je nieuw kookboek. Ja. Kun je er iets over vertellen? Nou, het project bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Dit boekje, het vertrouwd maken van scholieren met een iets andere keuken. Dus met oude of wat minder bekende op dit moment groenten en, mm-hmm. en andere producten. Mm-hmm. En diners met het idee om bedrijven en overheid bij elkaar te brengen. Yeah. Nou, dat laatste moet nog gebeuren. Yeah. Die kookwedstrijd is gedaan. En het is eigenlijk de bedoeling om te proberen een klein stukje van dit soort dingen in het reguliere onderwijs voor de koks dan onder te brengen. Yeah. Dus dan krijg je een soort erfgoedkok. Yeah. En gezien de belangstelling op dit moment voor erfgoed, voor oude groentjes, om het zo maar even te noemen, en voor oude huisdierrassen, sluit dat gewoon aan op de... Want je zei het net al, de recepten zijn eigenlijk niet meer te bereiden zoals ze toen geschreven stonden. Maar kun je een soort voorbeeldje geven? Want daar ben ik benieuwd naar. Ik zal 2 voorbeeldjes geven. Ik stel me voor, 16e eeuw, ik zeg, we hebben een wild zwijn geschoten. Ik zie Willem van Oranje zo met zijn bout hier op kasteel stapelen zitten. Dat is nog het meest... Beetje ingepeperd. Dat is nog het meest simpele. Met peperkorrels erover. Dat soort gerechten staan er ook wel in. Maar als ik je nou vertel dat die middeleeuwers, die hadden een soort gezondheidsleer, die ze afgekeken hadden van de oude Grieken. Die hadden een humeurenleer. Een lichaam had 4 vochten en die moesten met elkaar in evenwicht zijn. Als dat niet het geval was, dan was je uit je humeur, was je ziek.
Hè, de middeleeuwen deden het op een iets andere manier. Die onderkenden onder andere heet en koud. Ja. Nou, vlees was heet en vis was koud. Ja. Nou, als je dus... maar ja, je had hier natuurlijk veel vaste dagen in de middeleeuwen. Hè, gauw al een derde van het jaar was vastetijd. Mocht je geen vlees eten, dan at je vis. Mm-hmm. Maar vis was koud. Mm-hmm. En dat was niet in evenwicht met het heten. Nee. Wat deed je dan? Dan deed je de suiker op. Dat zou je, haring met suiker zou je waarschijnlijk nu niet lekker vinden. Nee, nee. Nou, dat soort dingen kom je dus... Maar wat is het meest aparte gerecht? Want je bent erin gedoken, daar ben ik benieuwd naar. Waarvan je dacht van, dat is... Nee, je komt allerlei gekke dingen tegen. Je komt op een gegeven moment een pastei tegen met een lamspoot. Ja. En de laatste dan het bot gewoon inzitten. Dus dat steekt bovenuit die pastei in de oven. En dat is op zich, qua koken is dat helemaal niet slecht, want in het bot zit natuurlijk ook een hoop smaak. Ja. Alleen wij zouden dat op dit moment niet meer doen. Ja. Ander voorbeeld nog, ik heb uitgerekend dat in 1564, dat er per dag 11 pakjes boter doorgingen in die keuken. Okay. Dus 2750 gram. Ja. En dat was, op stapelen liepen ongeveer 25 man rond, denk ik. Maar het was maar een gedeelte, at van die luxe keuken. Dus als je daarna gaat dat een man, of 10, 12, misschien 15... heb per dag 11 pakjes boter doorheen. Zo. Dan kan je je voorstellen dat je dat op dit moment niet meer moet doen, want dan krijg je ruzie met je huisarts. Ze waren niet zo met hun cholesterol bezig in die nee. tijd. En het is natuurlijk ook logisch, het is een hele andere tijd. Mensen moesten hard werken. Mm-hmm. En het was allemaal niet met centrale verwarming of... men verbruikte veel meer energie, veel meer calorieën. Is het, heb jij nu thuis ook dat je door dat boekje heen bent aan het bladeren en dat je denkt van, oh, dit ga ik vanavond maken? Nou, ik heb verschillende gerechten uitgemaakt. Ja? En ook verschillende gerechten op mensen uitgeprobeerd. Ja? En ik moet je geruststellen, er is niemand aan overleden. Er is niemand omgevallen. Er is niemand omgevallen. Ja. En ze vonden het over het algemeen lekker. Dus ik denk dat dat dan redelijk geslaagd is. Ja. Het is wel met de achtergrond van de middeleeuwse recepten. Daar werden geen hoeveelheden vermeld. Er werden geen kooktijden of baktijden vermeld. Dat moest de kok zelf allemaal maar weten. Okay. En nou, dat is ook eigenlijk een beetje de boodschap in het boekje. Ja. Van ga eens gewoon lekker in de keuken staan. Ja. He, probeer dit en dat eens uit. Ja. He, en of je daar nog meer of minder bij doet, dan moet je even naar je eigen smaak. En dan hoe lang dat moet bakken. He, je steekt er op een gegeven moment een houtje in je pastei. He, en als er geen deeg meer aan zit, dan is het wel goed. Welk recept is jou het beste bevallen? Nou, wat we dus hier in Boksel hebben uitgeprobeerd. Dat was de hoen van de kasteelvrouwen, gevulde hoen. Ja. En ja, dat was gewoon heel erg goed. Maar ik heb ook andere dingen nog uitgeprobeerd, pasteiachtige. En dat ook de gasten die hebben dat allemaal niet alleen overleefd, maar die hebben er allemaal smakelijk van gegeten. Oké. Okay. In de koeken geleverd, vanaf nu verkrijgbaar bij? De boekhandel. De boekhandel. Superleuk. En daarnaast denk ik ook een hele mooie historie over... Ja, het is een stukje bijzondere geschiedenis van stapelen, wat eigenlijk tot nu toe niet naar voren was gekomen. Ja, dankjewel voor je komst. Oké. Okay. Jan, ik zou zeggen, take it away! Maak je geen zorgen om wat er gebeurt, laat de boel toch de boel. Zorgen voor morgen is wat ik bedoel, nu even geen gezeur. Laat het bier rijkelijk vloeien, laat je hart even gaan. Zet alle zorgen opzij, want wat je ook doet of wie je ook bent, vanavond is iedereen rijk. Leef je leven en sta niet stil, want morgen is alles voorbij. Pluk de dag en laat de zon schijnen, niets moet en alles mag. Dus kom mee naar buiten en kijk in de zon, besef waar het allemaal om gaat. Want het gaat om de liefde, het gevoel van geluk. Weet dat het voor jou ook bestaat. Dus heb je handen van geluk in de lucht en draai in de ronde met vuur. Want dit is waar het in leven om gaat. Dit is onze natuur.
Leef je leven en sta niet stil, want morgen is alles voorbij. Pluk de dag en laat de zon schijnen, niets moet en alles mag. Leef je leven en sta niet stil, want morgen is alles voorbij. Pluk de dag en laat de zon schijnen, niets moet en alles mag. Jan Koppes, dankjewel. Pluk de dag inderdaad. Nog even dit. Vanaf 11 december zijn er op 3 verschillende plekken in Boksel kerstwensbomen. Dat is namelijk bij winkelcentrum Oosterhof, op Celissen bij het winkelcentrum daar. En op de markt, midden in het centrum. En daar kun je je allermooiste kerstwens in hangen. En wie weet komt die wel, of wordt die, komt die wel uit. 22 december zijn wij er weer terug met een speciale kerstuitzending van Dommeland Live. Ik zou kijken. Fijne avond.